We zijn hier in de Broederkerk. Die staat in het hart van Kampen. De Broederkerk werd in de 14e eeuw gebouwd door de Kamper Minnebroeders als kloosterkerk en daarvoor het naastgelegen broederklooster. In de 14e eeuw werd deze kerk door brand verwoest en nadien is die weer opnieuw opgebouwd. Ik zit hier met Henk van Putten. Ik moet nu zeggen, hij was de vaste organist van de Broederkerk. Ik wil even met u teruggaan in de tijd. U bent als 18-jarige jongen bent u begonnen als organist in de dorpskerk in IJsselmuiden. Ja, inderdaad, in IJsselmuiden. En daar heb ik gespeeld van 58 tot 75. Dat is een hele lange tijd. En daarna, toen u was eigenlijk een oud leerling van Klaas-Jan Mulder. Heb ik me goed geïnformeerd? Ja, dat klopt, ja. Dat is eigenlijk altijd mijn leraar geweest, zowel orgel als piano. Hè? Ja. En toen bent u verbonden geweest met, door Eendracht verbonden met DEV. En waar u piano als zowel orgel speelde. Ja, dat klopt, ja. Dus Klaasje vroeg, ik was een paar jaar op les bij Klaas en toen vroeg hij me om te begeleiden. Nou, ik had niet het idee dat ik nog geen tol hadden kon spelen. Maar goed, zo ben ik er ingerold. Dus, en hij zag wat in mij schijnbaar. En ik heb het 50 jaar mogen doen. Ja. Ja. En terecht natuurlijk, hè? Ja, hopelijk wel, ja. Ja. En hoe lang heeft u bent u verbonden geweest met DEV? Nou, dus 50 jaar dus. Ik ben er dus 2 jaar geleden ben ik ermee gestopt. En toen heb ik ook een onderscheiding gekregen. Van onze koning toen. Dus dat was wel een verrassing voor mij. Ja. Ja. Die is u uitgereikt door burgemeester Bart Koelewijn, hè? Inderdaad, ja. Ja. En dat was met het kerstconcert? Kerstconcert, ja, in de Bovenkerk. Ja. Ja. Bent u ook nog met allerlei andere koren verbonden geweest? Ik heb zowat alle koren begeleid. Toen onder leiding nog van Frits Bolen. Beiden Frits Bolen. En dan komt dan door Klaas Mulder, kom je erin. En dan, als Klaas niet kon, dan speelde ik op Urk. En zo ging dat met de Urke mannenkoren en een gemeenkoor en een dameskoor. En dan het Staphorster mannenkoor heb ik begeleid, jaren. En het mannenkoor stereo, geen de muilen. Maar dat is nu allemaal, ik ben natuurlijk een oud man. Nou, u ziet er nog jong uit hoor. Dankjewel. Maar u bent nu overal mee gestopt? Ja, ja, ja. Dus deed ik nog de diensten hier in de Broederkerk. En zo af en toe in de Bovenkerk. Want ik ben in de Bovenkerk toch ook een 30 jaar tweede organist geweest. Dus ja. Ja. Ja, en alle mooie dingen komt een eind. Ja. Nou, heeft u onlangs hier afscheid genomen als vaste organist van deze Broederkerk. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe heeft u dat beleefd? Nou ja, ik moet zeggen, ik was wel een beetje emotioneel hoor. Dus, want ja, het is wel iets van een stuk van je leven, hè? Hier in deze kerk en met zo'n gigantische orgel. Ja, en dus. Maar goed, het was een mooi afscheid. En de dominee die heeft het ook heel mooi verwoord. Want die preekte dan op Psalm 150, waar de orgel in voorkomt. Dus, en de kinderen die zagen mij dus in het spiel zitten achter het orgel, die zeiden dat was wel leuk. Ja. Ja. Is het dan toch een confrontatie met iets afsluiten weer in je leven? Ja, dat is het, ja. Ja, ja, het wordt nu een stuk rustiger. Dus, ik zit zondags nu naast mijn vrouw in de kerk. Dus, ja, u doet nu helemaal niets meer? Nee. Ja, nou ja, ik heb nog een paar leerlingen en zo, maar ja, dat haalt niet aan meer. Dus, ja, maar niet meer in kerken of zo. Nee. Maar als de nood aan de man komt, dan bent u wel genegen om een keer in te vallen. Ja, 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 ja. En ik heb vorige week, toen kon Ab Beerena niet in de Bovenkerk. En toen heb ik dus gespeeld bij de afscheid van onze oud-predikant dominee van Wier. Ja. En dat heb ik dus, dat doe ik dus wel. En ik speel dus wel uitvaartdiensten dus, hè. Ja, en het is heel dankbaar werk. Ja, ik zie dat u speltje op heeft. Ja, daar heeft mijn vrouw aan gedacht. Ja. Ja, dus nou, dat is ook een speldje van de kerk die ik nu gekregen heb. Dus ze heeft hem een beetje eronder gezet. Maar, ja. U kan daar in ieder geval heel trots op zijn. Ja. Ja. Kan u nog iets vertellen over het orgel hier? Kijk, als we in de Bovenkerk komen, dan hebben ze het altijd over het Hintze orgel. Hè? Wat zo bijzonder is. Maar kan u iets noemen van
dit orgel bijzonder in is? Nou, ik ben dus erg in een beetje 91 begonnen te zeggen man, dat het al gewoon slecht was, windverlies. En toen zijn we eigenlijk begonnen met, en die heeft het pijpwerk bekeken en die had in de gaten dat het heel oud pijpwerk was. Dus er zijn drie restes, die zijn uit 1580. En dat is eigenlijk het oudste pijpwerk van dit orgel. En datzelfde soort pijpwerk komt ook voor in de Roomse kerk. Die heeft ook dat oude pijpwerk, ja. En ja, dat is heel mooi pijpwerk. Ja. Hoe gaat uw invullingen nou uitzien? Ja, hoe bedoelt u? Nou, gewoon in uw leven. U bent natuurlijk altijd met muziek bezig geweest. Ik heb me wel eens laten vertellen dat een organist nooit kan stoppen met spelen. Nou ja, ik heb al gezegd, de muziek houdt niet op in je hoofd. Nee. Dus ja, ik ga natuurlijk altijd door. Ik mag graag piano spelen. Dat heel graag, ja. Heeft u piano thuis? Ja. En ik heb natuurlijk van Klaasje Mulder heel lang piano les gehad. En ja, en dat is ook mijn hobby, hoor. Dus, en ik heb de sleutel van de bovenkerk, van de boerenkerk. Dus ik kan hier altijd terecht. Dus, U kan uw passie hier nog wel beleven. Het is toch een orgel wat nooit vervult. Dan kun je uren nog spelen en qua klank, het vervult nooit. Nee. En dan komt, ik denk dat het oude pijpwerk dus. Ja. U gaat nu eerst maar eens lekker uitrusten en vakantie houden? Ja, we gaan dus zaterdag op vakantie, dus naar Oostenrijk. Ja, heerlijk. Nou, daar moet u maar lekker van genieten. Ja, doen. En wij mogen straks nog even een opname maken dat u toch nog een keer achter het orgel kruipt. En, of gaat zitten, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, hè? Zitten, ja. En ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dat u daar tijd voor vrij heeft willen maken. Wat zegt u? Ja, heel graag gedaan, ja. Ja. En ik wens u al het goeds in het leven toe. En dat u nog maar lang mag genieten. Dat u hier toch een plekje nog elke zondag vindt in deze prachtige kerk.